Welkom allemaal, we zijn op de Prepologe Focus White. Het is alles Dakar vandaag. Net als dit magazine, de Dakargids 2013. Met alle informatie over de komende Dakar. Met voorbeschouwingen, interviews, informatie over de Nederlanders natuurlijk. Een lijst met deelnemers, alles staat erin. Vandaag gaan we bij een aantal teams langs om te horen hoe ver zij zijn met de laatste voorbereidingen. En hoe het gaat op weg naar de start straks in Lima. Henne van Bergijk op de Prepoloog. Ja, een heel wat jaartjes terug. 2006 stond je hier met een XT500. Ja, nu sta je met een moderne Hunsenberg. Hoe sta je ervoor? Vertel. Nou, lekker. Ja, dat is een wereld van verschil. Hè. Er zit zeker 30 jaar tussen. Plus 2006 en dat is ook nog eens een keer 7 jaar geleden. Ja, stonden hier met een paar man, denk ik, in 2006. Het was rustiger, hè? Ja. Ja, en nou ben ik eigenlijk in mijn eentje in het Dakar, als kistrijder. Maar ik ben toch hier met een hele hoop mensen. Dat is wel heel leuk. Ja, maar wel heel gezellig ook, denk ik, zo'n dag. Ja, het is leuk om met een groepje te zijn. Het is heel veel aanlopen, zo. Veel mensen geïnteresseerd. En het is wel leuk om over je motor te vertellen, techniek en zo. Ja. Hey, hoe sta je ervoor in je voorbereiding? Nou, prima. Ja. Ja, prima. Kijk, mijn motor is eigenlijk helemaal af. Ja. Ik ben heel blij mee. Ik heb hem super simpel gehouden. Je hebt een aantal leuke acties op touw gezet. Oh, ja. Vertel daar eens wat meer over. Dat je naar vraagt, want daar staat een hele mooie WR. En dat is mijn Dakar 2006 motor, eigenlijk mijn trainingsmotor geweest. Daar heb ik altijd met heel veel plezier op gereden. Maar omdat ik nou overgaan ben in Hunsenberg, heb ik twee Hunsenbergs. Ook een trainingsmotor in dit geval. En, dus ik kan hem missen. En hij rijdt eigenlijk nog goed, want ik ben afgelopen weekend ervoor ben ik nog in Markelo. Heb ik heerlijk gereden met het ding. Ja. Toen dacht ik eens van, ja, eigenlijk helemaal geen verkeerde motor. Ja. Dus die verloten we. Ja, precies. Die verloten we. Je kan gewoon een lot kopen voor €50 bij mij. En ik noem het een tombola, want anders belastingtechnisch, anders moet je kansspelbelasting betalen. Weet ik. Het is een tombola. Okay. En er zijn ook nog 15 andere hele leuke prijzen. Prijs, allemaal ingebracht door sponsors. Dus iedereen gaat met iets leuks naar huis. Er zit een feestje aan verbonden. Wanneer is dat feest? Vertel eens. Oh ja, feest is. Nee, de feest weet ik nog niet wanneer dat is. Okay. Want ik moet eerst alle loten verkopen. Okay. Anders valt er niks te vieren. Maar goed, er is wel een feest. Ik heb van de Hennorit een feest gemaakt. En, dat is de Hennorit is voor de XT500 Club. Dat is over 2 weken. Dat is over 2 weken en dat wordt een groot feest. Dat wordt eigenlijk een soort van sponsorfeestje. Na de Dakar hoop ik ook dat het feest, of in ieder geval aanleiding is voor het feest. Want dan kunnen we al die prijzen verloten. Ja, oké, dat is pas na de Dakar. Ja, ja, ja. Want ik wilde 300 loten verkopen en dat valt nog niet mee. Nee, nou ja, bij deze. Hè? Bij deze koop je er één. Ja. Erik, mag ik 1 lot zien? Dus het is heel fijn dat ik jou het eerste lot mag aan. 1 lotje voor Rally Maniacs, komt helemaal goed. Hey, succes met de laatste voorbereidingen. Oh, en hoe heet dat? We gaan je zien in Lima straks. Ja, leuk. Dankjewel. Goed.